Hoi, ik ben Sjanne van de Vreubelgarage. Ik wil jullie mijn gepimpte boek laten zien. En ik weet niet of jullie zover zijn. Maar ik denk van, ja, laat ik hem er maar opzetten. Ik heb hem af. En ik heb erop gezet als tekst Durf te dromen. En ik heb jullie dan een vlinder erbij opgeplakt. Een stukje stof die ik nog had liggen. Het lint waar die mee vastgebonden wordt. En deze, die hebben we toen laten zien. Oké. Voordat we hier het boek in gaan duiken. Ik heb begrepen dat er bij sommigen wat onduidelijkheden waren over de volgorde van de filmpjes. Ik zal proberen uit te leggen hoe die filmpjes opgebouwd zijn. Want ik kwam daar ook pas achter na het filmen dat ik maar 30 minuten per film had. En dat hij daarna weer opnieuw begon. En ja, dus dat heb ik zo gelaten. En ik heb het dus. De filmpjes zijn dus zeg maar in gedeeltes gemaakt. Nou, deel 1, dat is het maken van de kaft en de binding. En deel 1, die bestaat uit twee delen. En dat is. De film heet 1-3. Dus één van het eerste gedeelte van drie delen. En dan heb je deel 1 en deel 2. Dan heb je daarna komt deel 2-3. En dus dat is het tweede gedeelte van de driedelige serie. En dan gaat over het maken van de binnenkant. Dus de basisbladen met alle flapjes en flipjes enzovoort. En die bestaat uit drie delen. Dus je hebt in 2-3 heb je deel 1, deel 2 en deel 3. Nou, het laatste gedeelte, dat is het derde gedeelte. En die staat vermeld onder 3-3. Dus het derde gedeelte van de driedelige workshop. En die bestaat wel liefst uit vier delen. En dus je hebt deel 1 tot en met deel 4. En dat is de volgorde die je zou moeten gebruiken als jij de workshop in zijn geheel wil doen. En dan mis je ook verder niks. En je kunt zeg maar de filmpjes ook terugvinden op YouTube. Als je Vreubelgarage zoekt, dan komen onder andere ook die filmpjes komen tevoorschijn. Onder de Vreubelgarage mini-album 17 bij 17 centimeter. Oké, het kan zijn dat we hebben dat geprobeerd te veranderen, maar we weten niet of dat goed doorgekomen is. Het tweede gedeelte van de eerste serie, daar heb ik een typfout gemaakt en daar staat 7 bij 7 in plaats van 17 bij 17. Maar er staat wel deel 2 achter. Dat is mijn fout geweest. Ik heb dat verkeerd getypt. Een van de mensen hier die heeft dat geprobeerd om dat te veranderen. We weten niet of dat doorgevoerd gaat worden. Of dat het wat langer duurt voordat dat op YouTube te zien is. Dus mocht het zijn dat je 7x7, dus een mini-album van 7x7 tegenkomt. Met deel 2 erachter, dan hoort hij dus bij die 17 bij 17 tutorial of workshop. Oké, we gaan verder met het boek. Ik heb hem gepimpt, want ik kwam toch wel achter dat dit papier is van Prima, of nee, van de First Edition, toch wel wat saai was. Een beetje vlinders erop. Dus ja, ik heb hem wat gepimpt, maar ook weer niet te veel. Want de bedoeling is dat hier uiteindelijk foto's in terecht komen. Dus ik ga er ook niet alles vol plakken. Ik heb hier een stans voor gebruikt. Dit is een restje papier wat ik over heb gehad en wat fantasie. Het
Het is ook zo dat dit boek, dat hebben we wel zo in elkaar gezet. Ik heb daar mijn ideeën bij opgedaan, maar ik heb het natuurlijk ook allemaal van YouTube filmpjes gehaald. En dus niet alles is eigen ontwerp. Hier ook een standje voor gebruikt, hier wat tags in, zodat die altijd opgevuld is. Dan kan je ook opvullen met foto's. Genoeg ruimte om foto's in te plakken. Hier wat studs opgeplakt. Weet je, wat je over hebt aan restjes en aan lintstrikjes. Dat kun je hiervoor gebruiken. Ik heb hier een kaartje gemaakt waar je foto op moet plakken. En daar heb ik wat vlinders uitgeknipt en daar opgeplakt. Dus kijk wat je nog hebt liggen. En als je een thema hebt, dan kun je genoeg opplakken. Plak dat trouwens vast met je lijmpistool, dit soort dingen. Dan blijft dat gewoon het beste zitten. Dit ook, een stukje. Wat is het? Metaal. Nou, hierin een boekje gemaakt. Ik had nog wat stukjes andere papier. Nou, dit is zonde om daar hier ook wat over, tenminste vind ik dan, om daar wat overheen te plakken. Dus heb ik zo gelaten. Hier tussendoor heb je natuurlijk die, ik had precies 4 stukken papier over voor, precies. Ik miste een klein stukje, dat heb ik opgelost om een randje te maken. Papier had ik over om deze grote tekst te maken. Aan de achterkant lukte dat niet meer. Dus dat is ander papier geworden. Ik heb hier een cirkelstans voor gebruikt. Zodat je de tekst wat makkelijker uit kunt halen. Ik had in het andere boek had ik zo'n randje gemaakt. Maar ja, ik vind iedereen moet zo'n boek kunnen maken. En een glas heb je altijd wel waar je een rondje uit kunt halen. En dus vandaar gekozen voor een rondje. Een rondje, ja. Nou, hier heb ik een vlinder opgeplakt op die twee deuren. Hier weer een randstandje gebruikt. Wat tekst. Dit is trouwens een pons die ik heb. Die vorm zo uitponst. Aan deze kant. Hier ook wat. En dat is allemaal van de restjes die ik over had. Wat je ook kunt doen is met je restjes. Ik heb allemaal hier stroken van 1 centimeter gesneden. En daar zeg maar wat patchwork van gemaakt. Dus dat kun je ook doen van je restjes. En als je dan een foto hier opplakt, doe daar dan onder een blanco papiertje met een klein randje eromheen. En dan is het helemaal goed. Want we hebben altijd elke keer gewerkt met randjes. Want dan komt gewoon je print er beter uit. Kijk, dit plaatje had ik ook nog ergens liggen. En past er ook mooi bij, vond ik. Maar het is vooral smaak. Wat je zelf gewoon mooi vindt. Hier ook. Van inderdaad, van al je restjes. Kijken of dat je daar wat van kunt maken. Al is het een tag of een kaartje. Hier ook hetzelfde. En genoeg ruimte, je vlinders. Genoeg ruimte om je foto's kwijt te kunnen. Ik denk dat er hier wel meer dan 100 foto's in kunnen, hoor, trouwens. Ik heb hier... Tussen al die bladen in heb je ongeveer een ruimte van 1,5 centimeter. Nou, die 1,5 centimeter, dat kun je gebruiken om... Ik heb nu washi tape tussen gedaan. Maar je kunt ook een stukje designpapier, een strookje, op 1 centimeter snijden. En die ertussen doen. Overal. Als je geen washi tape hebt. Nou, in de vreugdraadje hebben we heel, heel veel washi tape. En dus dat kon ik dan daar mooi voor gebruiken. Oké, dat was het boek. Even verder over het boek. Dit boek.
wat ik dan zelf gemaakt heb, dat gaan we straks verloten onder de leden van de Vreubelgarage. En, maar dan niet voor zichzelf, maar voor een ander. En het motto of waar, van de Vreubelgarage is dat wij andere mensen aan het vreubelen willen krijgen. En dat als je een leuke hobby hebt en als je iets moois maakt, dat dat ook meehelpt in als je ziek bent. In, nou, het geneest niet, maar het verzacht het. Het verzacht het dusdanig dat je je soms even kunt focussen op het niet ziek zijn. En nou, daar zijn we mee begonnen. Dat hebben we, die motto hebben we nog steeds. Vandaar dat wij soms dingen inderdaad weggeven. Of nou, is het zo dat binnen de Vreubelgarage, als je daar aan het werk bent, dan is alles via volgens kostprijs. Dus je betaalt alleen wat wij ook betaald hebben. Dat kunnen we ook laten zien wat we betaald hebben. 20 cent voor de koffie, ja, dat hoort daar dan wel bij. En, maar voor de rest doen we alles via kostprijs. We zijn niet gebonden aan winkels, dus we zullen niet reclame maken voor leveranciers waar je dan dingen moet gaan halen. Dus wij proberen ook het low budget gedeelte in de gaten te houden. En als er dan wat is, dat we daarmee kunnen helpen. We zijn van plan, als er animo voor is, om eventueel nog meer workshops online te zetten met boeken maken. En dan, maar ja, dat gaan we in de groep gooien. Dat krijgen jullie vanzelf te horen. En, maar over die het weggeven van dit boek, denk daar vast over na. Wie zou jij zo'n boek gunnen? Of wie zou daar heel erg blij mee zijn? En wij hoeven daar niet de details precies over te weten waarom jij dat vindt. Maar geef diegene dan op. En dan zorgen wij dat wij een goede selectie maken. Helaas hebben we maar één boek om weg te geven. En dat wij die het boek toe kunnen sturen. Uiteraard via vanuit de Vreubelgarage, maar jouw naam zal zeker genoemd worden als zijnde degene die de tip heeft gegeven dat het boek naar die persoon moet worden gestuurd. Oké. Nou, daar wordt nog iets over gepost in de groep, alleen in de groep Vreubelgarage. En nou, ik hoop dat daar veel reacties op komen. Ik hoop ook dat jullie veel plezier ervaren over het maken van dit boek. Ik in ieder geval wel, vond het heel bijzonder de eerste keer. En ja, ik hoop jullie de volgende keer weer online te zien. En ik ben zeker nieuwsgierig naar jullie uitvoering van dit boek. Dankjewel en tot ziens!